Dit is een Fries bier. Voor mij ook weer een verrassing, want er staat niet bij wat, wat voor biertype het is. Dit is uitgegeven aan verzamelaars voor bieretiketten. Ja, je moet wel voorzichtig inschenken. Je moet ervoor zorgen dat die schuimkraag een beetje mooi opkomt. Bier, de eerste slok die je neemt is vaak dat je denkt van, zo, wat heb ik nu? En de tweede slok, dan is het al een beetje gewenning. Hier ligt een deel van mijn verzameling bieretiketten. Het gaat om etiketten van flessen van bieren die ik zelf gedronken heb. En ondertussen zijn dat er een stuk of 6.500 en hier liggen 4 mappen uit de selectie. Dit is mijn bierkelder. Hier staat de voorraad van bieren die ik nog moet drinken of waarvan ik de etiketten nog moet afweken. De bovenste plank, dit is bier wat ik dan net gedronken heb. En dan moet ik de etiketjes nog van de fles halen. En dit zijn de bieren die ik nog moet drinken. En het komt echt overal vandaan. Dit flesje is een etiket, het 5000ste etiket in mijn verzameling. Staat er ook op, 5000ste bier. En speciaal afgevuld door de Groningse Stadsbrouwerij. Met een eigen ontworpen etiket. Zo uniek, 5000 bieren, daar moest een speciaal etiketje moest het zijn. Bent u nou ook door uw hobby alcoholist geworden? Nee, gelukkig niet. En geen bierbuik, dus dat scheelt ook weer. Dat, hoeveel bier drinkt u dan? Ik drink gemiddeld, nou ik zeg 1, maar stiekem misschien 2 op een dag. En dat ligt ook een beetje aan de voorraad. Eén moment dan moet je er tegen drinken en dan is het hard werken. En het andere moment dan is het voorzichtig zijn met wat er staat. Ik probeer wel elke dag een biertje te drinken wat ik nog niet eerder gehad heb. Proost.